Fietsverkoper Bart Duins heeft er al honderden verkocht. Racefietsen met een motortje. De knop zit weggewerkt in de bedieningsschakelaar van de versnellingen. En voilà, hij is weg. Het systeem werkt met een motortje dat verdwijnt in de zadelpen. Er zijn batterijen nodig, die kunnen in het frame of in de bidon. Gemakkelijk terug te monteren op de fiets, klikt hij zit vast. En niemand die het ziet. De motor is sterk, 160 watt, een derde meer kracht. Officieel bedoeld voor... Vooral voor oudere mensen of mensen met gezondheidsproblemen die door omstandigheden de groep niet meer kunnen volgen. En die dan heel blij zijn door een kleine oplossing toch mee te kunnen met de groep. En heeft u wel eens een professional gehad die interesse had? We hebben één voorvalletje gehad met een amateur wielrenner. En die heeft de motor 3 maanden gehad en hebben we hem teruggenomen. Maar hoe goed werkt dit echt? We doen een testje met Koen Swinnen, amateurrenner uit de buurt. Eerst met zijn eigen fiets. 56 seconden. En daarna met behulp van het motortje. 47, ruim 9 seconden sneller. In de wedstrijd is het echt vervalsing om je voet. Echt wel dat je veel meer energie en power hiermee kunt opbrengen. Dus wel 9 seconden, 20% sneller door techniek en bedrog. Ja. Zo. Succes. Maart 2014, Koppen laat amateurwielrenner Lukkert opnemen tegen leeftijdsgenoot Johan Museeuw op de Oude Quaremond. Ah, je begint een serie. De bekende kasseien uit de Ronde van Vlaanderen. Wanneer ze met gelijke wapens strijden, is dit het resultaat. Fietsenmaker Bart Daams rust de fiets van Luk nu uit met een motortje. Hij krijgt een extra vermogen van 150 watt. De motor brengen we met een speciale steng. In de zadelbuis. Zadelpen erin schuiven. En dan moet wel trappen eer dat de motor inschakelt. En weg is hij. Eens dat je tegen snelheden van 30, 40 aan het rijden bent, dan heb je zoveel rijwind dat je eigenlijk het motortje niet meer houdt. Ik heb de Spartacus fiets bij. Fiets met motorje bij. De knop zit hier in de handvat. Dat kan ik je gebruiken. Net voor de kassei drukt Luk op de knop. En wint met 40 seconden verschil. Klein verschilletje. Bart bouwt wel vaker motortjes in, maar niet om wedstrijden te vervalsen. Het is en blijft een hulpmiddel voor mensen die niet meer kunnen volgen bij een fietsmaker voor gezondheidsproblemen. Of voor mensen die naar het werk willen rijden, sportief willen rijden en toch een beetje ondersteuning willen hebben. Gieter van Hooijwegen ging langs bij fietsenmaker Bart Daams, die al 4 jaar motorisch aangedreven koersfietsen bouwt. Dit is dus een carbon frame dat we speciaal laten maken hebben, waar dat alles kan weggewerkt worden. De motor zit hier in de zadelbuis verwerkt. Die drijft eigenlijk rechtstreeks het krankstel aan. De batterij hebben we deze fiets in de bidon gestoken, die afneembaar is. Eventueel kunnen de batterijspanning ook nog eens controleren. Opladen gebeurt onderaan. Onderweg kunnen ze ook wisselen van bidon, voor meer energie te hebben. En dan de bediening is weggewerkt onder de shifter van de schakelaar. En daar bedient eigenlijk de motor mee. Dus een batterij bestaat eigenlijk uit allemaal kleine batterijen die gekoppeld zijn. En die kunnen we in alle vormen maken en ook op verschillende plaatsen wegwerken. Kunnen we ook in het frame wegwerken. De motor heeft 160 watt extra vermogen. Je moet je nemen als je tegen 30 rijdt, dat je toch een 5 km per uur plus minus extra hebt. Als je met de krankstel achteruit draait, dan horen we de motor. Ja, de klanten zijn eigenlijk mensen die gezondheidsproblemen hebben of op ouderdom gekomen zijn, die de groep niet meer kunnen volgen. Zo heb ik ook mensen met MS die toch nog willen meefietsen met de groep. Ook op mijn website staan daar bedankbrieven van mensen die terug met tranen in de ogen met de groep kunnen meefietsen. Ja, dat maakt ons blij eigenlijk als we mensen kunnen verder helpen.